Ja, op zich wel met een tevreden gevoel. We hebben alles gegeven tot 3 dagen geleden en daar is het een klein beetje fout gegaan. En dat wordt gewoon hard afgestraft. Als je nou analyseert, waar heb je dan laten liggen? Ja, die dag gewoon 2 keer lekker gereden en een klein beetje fout gereden. En dan erbij wel gehaast om het terug in te halen en dan rij je lek. Dus een beetje je eigen schuld. Derde, is dat nog iets om trots op te zijn? Is dat iets om snel te vergeten? Nee, helemaal niet. Kijk, we hebben toch als team goed gewerkt. En derde is een hele mooie plaats. Ik ben best een Nederlander, denk ik. En voor de zoveelste keer op podium. Dus ik wil ook gewoon zeggen dat dat team gewoon goed is. Ja, dan kunnen we niet anders zijn als tevreden. Gaat er nou een nieuw tijdperk aanbreken? Nou, weet je wel, hè? Nieuwe truc. Ja, nieuwe truc. Maar ja, dat gaan we eerst uitgebreid testen. En dan zien we of je beter is of niet. Ja, ik neem aan dat je beter is. Anders, wel de bedoeling, toch? Anders bouwen we geen nieuwe. Maar we kunnen nog altijd terugvallen op deze. Deze is ook nog wel te verbeteren. Dus daar gaan we de komende maanden aan werken. Ondanks al het gemopper zal iedereen weer naar Dakar gaan volgend jaar. Dat voorspel ik je alvast. Moet Dakar naar Bolivia? Nou, het mag maar rustig 1 of 2 dagen naar Bolivia, maar geen 6 of geen 7. We moeten echt, ik weet ook wel 100% zeker dat de organisatie zelf ook wel weet waar het probleem zit. En dat ze ook wel naar Chili en naar Peru moeten om het goed te maken voor de deelnemers. Want iedereen is wel een beetje beu, die weer zeepaden en op hoogte en in de regen en in de afgelast. Ik denk wel dat de organisatie wel weet waar het fout zit.